daar zijn we. Mijn naam is Marnix de Kwartenaar. Ik was vroeger een schaatser, maar ik ben ook een chemicus. En ik ben 7 jaar geleden een bedrijfje gestart. Ik heb een achtergrond in de elektrochemie. Ik ben in 1994 afgestudeerd in batterijen en gepromoveerd in brandstofcel in Delft. 7 jaar geleden had ik het gevoel van wat ga ik nou doen? En had ik sterk het gevoel van ga gewoon terug naar je afstudeeronderzoek. Ga gewoon weer batterijen ontwikkelen. Want die batterijen waar ik tijdens mijn afstudeeronderzoek aan gewerkt had, die hadden de markt nog niet gehaald. Wij gingen naar Afrika toe en met een goede doelenreis. En we gingen daar aan een weeshuis timmeren. En toen kwam ik in Namibië, Noord-Namibië. En we hadden wat zonnepanelen gekocht. En we dachten, we gaan die mensen helpen met wat zonnepanelen. Maar toen bleek er geen goede netverbinding te zijn. En toen kwam eigenlijk al snel de conclusie van, hoe gaan we eigenlijk die energie opslaan? Nou, dan ga je eens kijken bij Alibaba.com of iets anders. En dan zoek je eens naar een battery. Dan kom je waarschijnlijk uit in lithiumbatterijen of in lotiumbatterijen. En dan blijkt dat eigenlijk al die batterijen die je allemaal ziet, eigenlijk toch wel samengevat kunnen worden in een paar types. En toen kwam ik erachter dat die types die dan beschikbaar zijn, dat die een aantal nadelen hebben. Ik was zelf afgestudeerd in batterijen, dus ik had het gevoel van, jij moet die Afrikanen gewoon een goede batterij kunnen gaan brengen. En er is gewoon behoefte in de wereld aan een batterij die je leeg kan laden, een batterij die goedkoop is en een batterij die schoon is. Even los van alle high density, high power bommetjes die we in onze laptops en iPhones monteren. Die batterijen, dat zijn doorgaans de lithiumbatterijen. De lithiumbatterijen zijn wat duurder en ook wat toxischer. Ik had het gevoel, ik moet die Afrikanen eigenlijk gewoon plat gezegd een bak water gaan brengen. Die heel simpel is, heel robuust. Waar je de plus en de minpol een keer om mag draaien en waar niet heel veel uitleg op zit. Terug naar mijn afstudeeronderzoek en toen ben ik met subsidie van EZ onderzoek gaan doen. Heel veel proeven gedaan, eerst in een garage, oeverloos allerlei mineralen en zouten en additieven doormeten. En steeds weer kijken van hoe kunnen we nou de batterij ontwikkelen waar we met z'n allen op wachten. De batterijmarkt is tegenwoordig 40 miljard euro. 10 miljard is lithium, 30 miljard is stationair. En die groeit heel snel. Waarom? Om een aantal redenen. Een van de redenen noemde ik net. Afrikanen willen hun zonne-energie opslaan. Maar toen bleek dat ze een beetje in 2010, 2011 ook in Nederland de behoefte ontstond om off-grid, microgrid, semi-grid, om zelf te gaan spelen met duurzame energie en om ook allemaal elektrisch te gaan rijden. Complexe problemen. Een analyse van Netbeheer Nederland heeft aangetoond dat bij 12% elektrisch vervoer in Nederland het net op tilt slaat. En dan is of verzwaring van het net een optie, of wij hopen aanschaf van batterijen. Zover is het nog niet. Ik wou een update geven na 7 jaar geploeter in een loods, waar wij vandaag de dag ongeveer staan. Ik zie, kijk hoe ik naar voren kan met die. Wij zijn dus plat gezegd eenvoudig gewoon proefjes weer gaan doen. Proefjes tot in het oneindige. En na heel wat mengen en roeren en mixen en meten kwamen wij op een batterij uit die als belangrijkste component zeezout heeft. En die hebben wij dus de zeezoutbatterij genoemd. En die zeezoutbatterij, sorry? Dat voor een schaatser. Ja, ik zeg wel eens voor een grap, ik ben in mijn leven van ijs naar water en toen naar zoutwater gegaan. Maar is hier een voorbeeld gegeven. Eind 2013 hebben wij met een prijsvraag meegedaan in Gelderland, de Jan Terlouw Innovatieprijs. Het hebben de Jan Terlouw Innovatieprijs gewonnen. En in 2014 hebben we 2 Accenture Awards gewonnen ermee. Wat is het? Het is een nieuwe batterij. Ik zei het al, zeezout als belangrijkste materiaal. Natuurlijke materialen, koolstof als elektrodes. Dat is voorradig, dat komt uit planten, uit van alles. En
Die batterij die kun je in off-grid en on-grid situaties gebruiken. Je kan de batterij helemaal leegladen en je kan er dus je energie mee opslaan. Bijvoorbeeld aan huis of in de wijk via buurtbatterijen. Er wordt al veel over gesproken, ook door netbeheerders. Want die zitten straks toch wel met een probleem. Want als u straks massaal elektrische auto's koopt en er zijn 10 buurmannen naast elkaar, dan zit daar toch ineens een flinke piekbelasting. En die piekbelasting die moet dus weggewerkt worden. Met batterijen kun je dat doen. Hier kort een technisch overzicht nog een keer. Wij zeggen dat we de goedkoopste en schoonste batterij ter wereld denken te hebben als we hem in massaproductie hebben. En waarom zeggen we dat? Omdat de materialen goedkoop en schoon zijn. En omdat de batterij ook meer dan 7000 keer geladen en ontladen kan worden. En als je dat doorrekent, dan kom je op een heel laag prijsniveau uit. Je kan de batterij helemaal leegladen. Hij is beter dan loodzuur. Dus een van mijn missies is nog steeds om die batterij naar Namibië te gaan brengen. Hier wat technische informatie. Ik zag toch dat het een beetje een generiek publiek was. Maar heel kort. De cycli blijven hetzelfde. De ontlaadprofiel is plat. We zijn erg blij met die resultaten. De efficiëntie van de batterij neemt vreemd genoeg toe als je hem tot C-gedeelte 5, technisch begrip, sneller ontlaat. Dat betekent, als je hem in 5 uur gaat ontladen, dan doet hij beter als wanneer je hem in 10 uur ontlaat. Nog een ding wat typisch is voor de batterij, dat is als je hem 1 keer in de zoveel tijd een pre-charge geeft, dan is de laadtijd even lang als de ontlaadtijd. Dat betekent dat je gedurende een hele lange tijd 100% stroomefficiëntie hebt. Je verlies is dan eigenlijk alleen je voltageval die je hier ziet. Andere testen die we gedaan hebben, we hebben de batterij gewoon recht aan een zonnepaneel gezet. Ik zag net de naam Stavier staan. We zijn ook aan het kijken of we met Stavier een soort combipanelen kunnen ontwikkelen. Waarbij we de batterij gewoon recht achter het zonnepaneel gaan klikken. En dan kun je dus eigenlijk gelijk op het dak ook je stroom opslaan. Qua testen kan het. We hebben gewoon, het is wat technisch, maar qua testen kunnen we gewoon die batterij recht inpluggen op het zonnepaneel. En dan laat hij gewoon mee. En dan ontlaat hij ook weer als je de energie weer nodig hebt. We zijn begonnen nu stap met eerste pilotproductie. Eerste demoprojecten. En we hebben eerste testen ook laten doen door een netbeheerder en door een universiteit. Ja, daar komen ook goede resultaten uit. Maar we staan eigenlijk aan de vooravond van opschaling, productie. Je wordt ook een heel ander bedrijfje nu. Je merkt, het gaat ineens over investeringsplannen en over werkgelegenheid en over van alles en nog wat. Terwijl je toch, als je naar mij kijkt, gewoon een batterijontwikkelaar aankijkt. Maar goed, hoe het ook zij, we zouden graag door willen groeien als bedrijfje. Maar dat willen we graag samen doen. Een poosje geleden was ik in Israël. Kwam een man naar mij toe en die zegt, succes bereik je samen. Nou, die uitspraak die heb ik onthouden. En ik zou graag samen met projectontwikkelaars, samen met gemeentes, bouwbedrijven, initiatieven, daarin mee willen schakelen en mee willen groeien. Het is wel een beetje zoeken hoe dat moet. Dus suggesties welkom, partners welkom, goede ideeën welkom. En dit is denk ik het verhaal.